Bij de TOS twee spelers die een belangrijke rol speelden in deze wedstrijd. Zo ook scheidsrechter Theo Groot. De vriendinnen van de spelers van KGB hadden zich nog maar net geïnstalleerd toen KGB vanaf de aftrap een aanval kreeg. René Spruit van KGB werd door Lucas Laan van Alwis Voorbaat neergelegd. Strafschop oordeelde scheidsrechter Theo Groot uit Heilo. Aanvoerder Helversenstein vertrok het vonnis van de 11 meter. 1-0. Alwis Voorbaat was de betere ploeg, maar echt uitgespeelde kansen waren er niet. Ruttenberg werd toch wel schijnbaar neergelegd door René Spruit, maar maakte geen overtreding. Toch was er nog een kans voor Ruttenberg, zijn schot ging naast. Ook een kans van Stan Prins werd even later gestopt door doelman Volter van KGB. Daarna waren er nog kansen voor Alwis Voorbaat, maar ook voor KGB. Een vrije schop op de 16 meter door Smit werd met veel geluk gestopt door Van Gasteren, met behulp ook van de lat. De kans daarna voor Imyama had meer verdiend, maar zijn bal ging net buiten bereik van doelman Volter naast het doel. In de 36e minuut was het wel raak aan de andere kant. Amrani KGB speelde de bal goed af op Helftenstein. Zijn voorzet werd verkeerd beoordeeld door Semil Saal en werkte de bal ongelukkig in eigen doel. 2-0 KGB. Alwis Voorbaat bleef drukken en de bal van rechts ging over alle spelers heen in het strafschopgebied. Op de rand daarvan stond Lucas Laan en hij schoot keihard en mooi in de linkerhoek van Volte. 2-1. KGB kreeg in blessuretijd nog een vrije schop buiten het strafschopgebied. Eickhout speelde de bal goed voor. In de kluwe spelers kwam de bal bij Ricardo Smit. Zijn bal ging tegen de paal. De rebound was voor Bulteman, maar zijn schot belandde in het zijnet. Rust 2-1. In de tweede helft veel balbezit voor Alwis Voorbaat, maar KGB kreeg kansen. Omdat Alwis Voorbaat aanvallend ging voetballen, speelde KGB op de counter. Eickhout werd goed aangespeeld, maar de goed meevoetballende Van Gasteren kwam vroegtijdig uit zijn doel. Ook Pedro Rava kreeg de bal over de gehele aangespeeld. Doelman Van Gasteren redde bekwaam. Aan de andere kant een vrije schop van invaller Maurizio. Zijn schot belandde op het dak van het doel. Ook het schot van Limbach belandde op dezelfde plaats. De laatste uitgespeelde kans was er voor invaller Maurizio van Alwis Voorbaat. Zijn kopbal ging net naast het doel. Alwis Voorbaat verliest voor de tweede keer van KGB 2-1. In Hoorn werd het 1-4 voor KGB. Piet, dacht jij ook aan 1974? Het werd net in de kleedkamer gezegd, we lijken wel Duitsers. Is, nou ja, nee, maar ik bedoel, er was toen 1-0, 2-1. Ja, ja. Maar ja, als je nou kijkt naar zo'n wedstrijd, je, daar in Hoorn, ja, er was wat rumoer bij Alwis Voorbaat. Dat was er nu niet. Nee. Ze hebben ook de kansen gehad. Ja. En dan denk je, ja, heb jij het geluk aan je zijde? We hadden vandaag wel het geluk. Kijk, we hebben wel keihard gewerkt hoor. En ik moet zeggen, we hebben wel goed verdedigd. Maar ik vond Voorbaat wel een betere ploeg. Ze had ook meer de bal. Maar ja, Voorbaat is toch altijd... Dat was toen ook zo. Het is tot de 16 altijd leuk, maar echt killen doen ze niet, hè? Ja. En dus ze hebben de mogelijkheden wel gehad en ook wel een paar kansen. Maar ja, ze, in principe pakken ze bij de keel, zeg ik altijd, maar ze draaien niet je nek om. Hè? Dus jij vond ook eigenlijk 1-1 wel een goede uitslag geweest? Ja, kijk, wij komen natuurlijk al heel snel op 1-0. Hè? Die penalty helpt ons natuurlijk in het zadel. Hè? En daarna volgens mij een eigen goal nog hè, van hun, hè? Ja. 2-0. Nou, dan wordt het 2-1. Hè. Dan gaat er een bal op de binnenkant paal. Hè. Als die erin gaat, is het 3-1. Dus wij hebben wel de grootste kansen gehad, hoor, moet ik zeggen. Ja, maar He? Goed. Kijk, hun gingen de aanval zoeken. Ja. En de verdediging kwam toen eigenlijk als tweede plan. Ja. En daardoor krijgen jullie kansen. Ja, hoor, wij speelden. Organisatorisch hebben we hartstikke goed gestaan. En we hebben vandaag naar onze mogelijkheden gespeeld. Heel goed verdedigd, hoor. Moet ik zeggen, we zaten overal tussen. Elke keer een voetje ertussen. Keeper goed. Hè. Dus...
En ik zeg, ja, het wil niet altijd zeggen als een ploeg meer de bal hebt dat ze ook beter zijn. Hè. Het gaat er ook om hoe ga je ermee om. Hè. Nou, dus, jullie kunnen 5 keer wisselen en jullie maar 3, 4 keer. Hè? Ja, ik begon met 11 mannen hoor. Mijn wissels kwamen later, want de tweede moest ook spelen. Dus ja, en dat is momenteel, daarom zeg ik, ik ben super trots op mijn ploeg. Want, de tweede die kon ook heel goed resultaat inzetten, geloof ik. Hè? Ja, ja. Ja, dat klopt. Ja. Die raakte er ook snel af en die ploeg is hier kampioen geworden. Maar 80ste minuut geloof ik, werd het 1-2. Hey, hoe is het nou met jullie periode? Want jullie hebben een reeks hebben jullie al gemaakt. We hebben een mooie reeks gehad. En, maar we krijgen nog een paar stevige ploegen hoor. SCW zondag uit. We krijgen Grasshoppers nog thuis. Winkel nog uit volgens mij. En, ja, Winkel is wel te slecht. Ja, SCW thuis is... Uit is moeilijk. SCW thuis. Maar ik ben er wel blij om, want dan speel je ook nog ergens voor. Hè. Kijk, we zitten nu denk ik dat we nog een punt nodig hebben om er niet uit te vliegen, zeg maar, beneden. Want, Je zit zomaar in de vierde klas. Ja, dat kan zomaar. Het is omdat we de laatste weken punten pakken. Maar we stonden er niet zo best voor. Hoor. En wat denk je er nu zelf van? Ah, kijk, je hebt nu 28 punten. Winkel heeft nu die staat op 18 punten. Je moet 10 in 4 wedstrijden 10 punten halen. Dat gaan ze niet doen, denk ik. Taaie ploeg, hè? Grasshoppers, Hoogwoud. Ja. Moeten jullie in Hoogwoud of hier? Hier, laatste wedstrijd. Ja. Maar op het Krollenveld van Grasshoppers is dat? Nou, ik ben blij dat we hier spelen. Hè. Dus, maar goed, je ziet nu ook een beetje, we pakken 9 punten in een week tijd. Dus dat is mooi. Ja. Nog een jaar door, hè? Ja, ik ga nog een jaar door. Ja. Oké. En de selectie hou je ook nog een beetje intact? Ja, het meeste houden we intact hoor. Dus, ja. Of kan je nog wat uit jeugd? Ja, er komt wel wat aan, maar die zijn nog wat jonger. Die zijn 17. Dus, dat is ook lastig hier hoor. Kijk, de Bovenkastel is niet zo groot. Hè. Iedereen denkt wel van nou, een hele grote club. Maar kijk, alles wat daar gebouwd wordt, gaat naar Zwaar. Wat daar gebouwd wordt, gaat naar Enkhuizen. En Bovenkastel is niet zo groot hoor. Nee. Vergis je niet. En dus op zich doe je het hartstikke goed. Gefeliciteerd.